In de periode van 4 tot en met 7 augustus zal de Kramas Place in het district Kommerwijnen een informatiebeurs worden gehouden. Men zal zich vooral gaan richten op jongeren, want er zijn een aantal zaken waar men het accent op wil gaan leggen. Sowieso ten eerste het Nationaal Archief, die een stukje geschiedenis van Kommerwijnen daar tentoon zal stellen. Daarover zal er informatie worden verschaft. Verder over LVV, landbouw, veeteelt en visserij. En verder ook nog over het culinaire en over het culturele. Er is vandaag op een persconferentie dan ook uitvoerig informatie verstrekt aan de pers over de informatiebeurs welke gehouden zal worden te Kramas Place in de periode van 4 tot en met 7 augustus. Nou, het echtpaar Mingoen die zit er hier achter. Mevrouw Mingoen die is parlementariër en de heer Rudolf Mingoen. Die is dan directeur van de muziekschool te Kommerwijnen. En zij hebben dan gemeend om deze eerste grote informatiebeurs te houden. Wij voeren nu naar delen uit de persconferentie. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Het directoraat cultuur alle activiteiten ondersteunt die passen binnen haar beleid. En de activiteiten hebben betrekking op materieel en immaterieel erfgoed, het behouden van wat wij hebben in ons mooi land Suriname. Het hoeft geen betogen, we weten het allemaal, dat we zitten in een pluriforme samenleving waar er sprake is van verscheidenheid. Een verscheidenheid dat ons niet uit elkaar mag en moet halen, maar ons juist naar elkaar toe moet brengen. Het moet ons verbinden. We moeten leren begrip en respect te hebben voor elkaars cultuur. Zij het, zoals ik eerder zei, materieel of immaterieel. En op basis daarvan zullen we een sterke natie kunnen vormen. Ik wil via deze persconferentie dit moment gebruik maken om de samenleving elk een op te roepen om niet mee te zingen in het koor van verschil en het uit elkaar halen van onze samenleving. We horen vaak berichten over polarisatie. Ik wil geloven dat een minderheid bezig is met die activiteiten, maar we hebben nog altijd de meerderheid en de oproep is er één om niet door te gaan op dezelfde voet. We hebben pas gehad de viering, herdenking van de Hindustaanse immigratie. 150 jaar, 160 jaar Kitty-Kotty, straks ook nog 170 jaar Chinese immigratie. Maar daartussenin hebben we ook nog de andere belangrijke migratiedagen, waaronder de Javaanse migratie. We hebben ook nog inheemse dag of dag der inheemse. Zo u wilt, we hebben ook nog op 10 oktober, de dag die voornamelijk gevierd, herdacht wordt door onze broeders en zusters in het binnenland. We kennen ook nog de Samaka Daka. Zoveel mooie dagen, zoveel mooie mensen, zoveel mooie culturen, dat ons alleen maar bij elkaar kan brengen. En zo ook dit initiatief van de organisatie waarbij gekeken wordt naar hoe wij als Suriname kunnen gaan richting een gezamenlijke toekomst van saamhorigheid. Ik wil dan meteen vragen aan de organisatie, mevrouw Mingoen, die hier naast me zit, om over deze activiteit verder uit te wijden. Leden van de pers, van harte goedemorgen. Laat me alvast jullie bedanken voor de uitnodiging, dat jullie gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Ook de leden hier of de directie van Nationaal Archief, directeur mevrouw Daan van directoraat cultuur, medewerkers van Nationaal Archief en ook lid van Position Groep 125, ook de heer Mingoen als directeur van de Stichting Muziek Educatie
komen wenen. Waarom dit initiatief? Ik ben van huis uit leerkracht en u weet dat educatie ontzettend belangrijk is. In het kader van herdenking van Javaanse immigratie willen we een educatief concept aanbieden voor de gemeenschap, met name in het bijzonder dus aan de schoolgaande jeugd. Kommerwijnen heeft 22, even spieken hoor. Kommerwijnen heeft 22 lagere scholen, 5 MULO-scholen, 4 LBO's niveau, 1 middelbare school, 1 speciaal onderwijs en 1 avondschool op LBO-niveau. We weten allemaal dat we in een moeilijke situatie zitten. Het is bijna eind van het schooljaar 2022-2023. En we weten allemaal dat ouders op dit moment zich voorbereiden voor het nieuwe schooljaar, voor inschrijvingen en ook voor alle onkosten die zij nodig hebben om naar school te gaan. Ook aan de leerkrachten willen ook hier bijzonder betrekken. Waarom? Omdat zij de mensen zijn die de educatie verder moeten brengen. En informatie is heel belangrijk. Waarom zeg ik dat? Ik als leerkracht en nu ook parlementariër was bij die tentoonstelling geweest bij het Nationaal Archief Suriname. Dat was in verband met die 1 juli Kitty-Kotti, het was 160 jaar afschaffing van de slavernij en het thema was Famiri. En daar heb ik gezien als mens dat er heel veel informatie zijn en ook die bewaard is in het Nationaal Archief. En waarom willen wij deze informatie, contract, arbeid en migratie ook meegeven aan de gemeenschap? We weten allemaal dat wij nazaten zijn van de migranten. Zij zijn van de Creoolse Surinamers of zij zijn van nakomelingen van de Afrikanen. Wij zijn nakomelingen van de Indonesische immigranten en zo heb je nog meer. Maar wat er om gaat is dat wij met deze informatie dan de schooljeugd, de samenleving ook willen meegeven dat niet alleen informatie, misschien hebben zij ook nog wat informatie nodig, dat wat Nationaal Archief, Nationaal Archief precies doet in Suriname en ook wat Directoraat Cultuur allemaal te bieden heeft. Wij hebben allemaal talenten, wij hebben allemaal ook talenten die we kunnen verwerken en maar dat krijgt de laatste tijd ook heel veel of heel weinig aandacht, ook vanuit de regering. En met deze insteek willen we eigenlijk de Surinaamse samenleving ook warm maken om ook de positie van het Directoraat Cultuur ook sterker te maken en ook de bekendheid van het Nationaal Archief ook aan de scholen te presenteren. Er is nog nooit eerder geweest een informatiebeurs waarbij Directoraat Cultuur en het Nationaal Archief ook heeft deelgenomen in het district Kommerwijnen. Als ik me kan heugen is dit de eerste informatiebeurs en dit zullen we gebruiken als dit succesvol is. En we hopen ook dat het succesvol zal zijn, dat we dat ook een jaarlijkse evenement wordt. Maar niet alleen de informatie, maar wat hebben wij overgehouden van de immigranten? Dat is heel belangrijk. En dit moeten we ook presenteren aan onze schooljeugd. En wij zijn de trekker ook van Stichting Muziek Educatie Kommerwijnen. Ik wil daar nog niet zoveel in wijden. Dat geef ik toch aan de heer Mingoen om dat naar voren te brengen. Maar heel belangrijk is dat muziekeducatie begonnen is met gamelanglessen. U weet dat gamelang ook een onderdeel is van de Javaanse cultuur. En deze gamelang is bijna vergeten geworden in de Surinaamse samenleving. De meeste Javanen, vooral de jeugd, hebben tegenwoordig minder interesse. En waarom doen wij dit? Zodat de cultuur weer leeft. Als wij elkaars culturen kennen,
begrijpen, dan kunnen we ook elkaar beter accepteren. We zien allemaal de situaties in Suriname. We kijken allemaal naar elkaar. We beschrijven elkaar. We zien ook de social media, hoe we elkaar uitschelden. Maar we willen één goede Surinaamse samenleving. En we praten over natievorming, maar zijn wij, creëren wij echt die natievorming? En met deze insteek proberen ook heel Suriname te bewegen dat wij als nazaten van de immigranten, dat we ook saamhorig kunnen leven in Suriname. En mijn belangrijke boodschap is ook naar de regering: wij willen instituten en actoren die te maken hebben met cultuur bij elkaar te krijgen om richting te geven aan de activiteiten gericht op ons materieel en immaterieel erfgoed. Dat is wat mevrouw Dan ook heeft aangegeven. En we hopen met deze actie dat ook het ministerie van Onderwijs, ook het beleid met betrekking tot cultuur ook heel serieus zal nemen. Ik ben Rudolf Mingun. Ik ben voorzitter van Stichting Muziek Educatie Kommewijnen. Er is aangegeven dat ik de trekker ook ben van dit project. Het is namelijk zo, de muziekschool die was begonnen in 2010 met de lessen. En wij hebben door alle min- en pluspunten heen kunnen opwerpen dat we heden ten dagen ook een eigen gebouw kunnen opzetten. Door steeds de nadruk te leggen van educatie. Niet zozeer alleen muziek als vaardigheid, maar ook daarmee richting cultuur-educatie te richten. We hebben het geloof dat cultuur-educatie via muziek en in muziek-educatie flink een push gegeven kan worden. Vandaar die opzet dat dit allemaal in samenwerking met het Nationaal Archief en Directoraat Cultuur en in het kader van herdenking Javaanse emigratie, dit allemaal bijpast. Het is een meerwaarde voor de jeugd in Kommewijnen, maar ook daarbuiten. We richten ook naar het totale publiek in Kommewijnen, maar ook overal hier in Suriname. Dus wat wij met dit project willen beginnen is dat mogelijkheden vanuit educatie zichtbaar wordt gemaakt. Je kan het van onze kant uit via muziek met die cultuur, naar die cultuur-educatie gaan. Want ik mag u zeggen, wij zijn dit jaar begonnen met het curriculum aan te passen met gamelan. En het heeft veel belangstelling gewekt. En we zijn zelf gekomen tot samenspel met westerse instrumenten. U moet zich even voorstellen, oosterse instrumenten die communiceren met westerse instrumenten. Het is een heel mooi concept en dat zal aangevuld worden ook. We kunnen straks ook gaan met de verschillende instrumenten van verschillende bevolkingsgroepen. Om daarmee in principe die gehele identiteit wat in Suriname aanwezigheid daar te etaleren. En dat willen we ook propageren. Dus SEC voor educatie in muziek gaat de richting om cultuureducatie daarmee te helpen opstarten. De naam van het Nationaal Archief Suriname is diverse keren genoemd. We hebben in juni een expositie geopend met als thema contract, arbeid en migratie. Ons gemeenschappelijk verleden als basis voor de toekomst. En het thema zegt al heel veel. Toen bij de opening had ik reeds aangegeven dat we met deze expositie naar de districten willen gaan. Tot nog toe
heeft het Nationaal Archief, als we diverse activiteiten organiseren, zich gefocust op Paramaribo. Maar Suriname is meer dan Paramaribo. De schooljeugd, de bewoners van de diverse districten, die hebben ook recht op informatie. Die hebben ook recht om eigenlijk meer te weten over hun familiegeschiedenis. En wij waren al voornemens om met deze expositie naar de districten te gaan. En eigenlijk toeval bestaat niet. Mevrouw Mingun die heeft ons de vorige maand benaderd om met deze expositie naar het district Komowijnen te gaan. En natuurlijk hebben we allemaal ja gezegd, want dit is voor ons, met deze expositie naar het district Komowijnen, is een blauwdruk voor ons. Want we willen dan naar Saramaka, naar Nikeri, Para, Brokopondo met deze expositie gaan. Want waarover gaat deze expositie precies? Het gaat om het gemeenschappelijk verleden van ons allemaal hier, van alle Surinamers. We komen uit verschillende windstreken, Afrika, Azië, Europa, waar dan ook Brazilië, zelfs Caribisch gebied. Maar we hebben iets gemeenschappelijks met elkaar, dat delen wij met elkaar, dat we hier dit grondgebied nu als ons land beschouwen. Die verschillende culturen, dat is eigenlijk wat ons uniek maakt. Dat is onze rijkdom, toch? En dat willen we dan benadrukken. Het is eenheid, eigenlijk is het een beetje cliché om te zeggen eenheid en verscheidenheid, maar dat is wat we hebben. En we willen die diversiteit benadrukken, maar tegelijkertijd aangeven hoe rijk we zijn. En daarom deze samenwerking met Stichting Muziek Educatie Komowijnen. Natuurlijk wordt dit initiatief ondersteund door Directoraat Cultuur. We werken samen ook met Position 125. Dit is gewoon een blauwdruk. We willen een public-private partnership nu ook met andere districten dan aangaan. Met Saramaka, met Nikeri en noem maar op. En dat is belangrijk. En wat gaat er gebeuren nu tijdens deze expositie, waar dan ook andere organisaties zullen deelnemen? We hebben onze expo, contract arbeid en migratie. Tegelijkertijd hebben we ook nog een intro, short intro. Hoe doe je familieonderzoek? Hoe ga je dat starten? Dat is speciaal voor de mensen van Komowijnen. Daarnaast hebben we ook documentaires. We zijn daar om onze archieven te promoten. Maar specifiek voor district Komowijnen hebben we ook nog 2 of 3 panelen ingericht met informatie over het district. Want hoeveel plantages waren er in dat district toen? Want alle plantages waren aan de linkeroever, rechteroever van de Komowijnen. Wat is er nu van gebleven? Dus die geschiedenis moeten we ook wel overbrengen. Of tenminste, daarvan moeten de inwoners ook bewust zijn. Maar tegelijkertijd moet er een motivatie zijn voor hun om dat district te ontwikkelen. Toch? En ik zie al zoveel ontwikkelingen in Komowijnen gebeuren. Waaronder op cultureel gebied het werk van Stichting Muziek Educatie Komowijnen. Maar er zijn nog meer jonge ondernemers, grote ondernemers die daar bezig zijn. Wat ontbreekt is die culturele geschiedenis. Daar willen wij een rol in spelen. Toch? En tot slot wil ik dan de andere districten, andere NGO's in de verschillende districten ook oproepen om dit initiatief te omarmen. Wij willen met hun in contact treden om ook op deze manier, misschien in september, dan ook nog deze activiteit daarheen te brengen. Ik ben nog niet klaar, want op dit moment hebben we Famiri Famiri, de tentoonstelling, die loopt tot eind oktober. November hebben we weer een tentoonstelling die we samen doen met Thomas Polymee. Volgend jaar, 2024, daar hebben we echt tijd uitgetrokken voor de inheemsen. Dus 2024 zijn we al bezet. 2025 gaan we onze focus richten op Srividensi. 50 jaar Srividensi. Dus we hebben een langtermijn planning. En er gaan heel veel mooie dingen gebeuren bij het NAS. We hebben ook onze uitdagingen. Maar als er goede wil is, creativiteit en we willen iets doen, dan moet het lukken.